Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 40. Eindelijk is de regen gekomen. Het was als manna uit de hemel. Nee, niet voor de kantoen, want die leidt door de irrigatie niets. Maar het was een weldaad voor de mensen. De hitte was bijna ondraaglijk. Bij het uit bed komen wees de thermometer al 32 graden. Als het dan 12 uur was geworden, was het tegen de 40 en het toppunt werd om 3 uur bereikt met 43. Geen zuchtje wind. Alleen maar de gloeiende zon die je verlamde en deed verlangen naar de avond wanneer er weer een windje op zou gaan steken. Maar ineens, op een morgen van de week, het was nog donker, hoorden we de donder rommelen. Tegen achten begon het te regenen. Ik heb me kletsnat laten worden, het was een verademing. En de dagen daarna tot nu, tot eerste paasdag, is de lucht bewolkt en regent het dagelijks. Het is weer leefbaar geworden. We weten niet of olifanten en zebra's ook vreugde kennen, maar we kunnen met hen meevoelen. Hun dagelijkse lange tochten om te drinken bij de rivier behoren weer voor een poosje tot het verleden. In de laagtes, in de bush, is weer water en binnen een paar dagen zal de als dood lijkende bush zo groen zijn als een bos in mei. Vorige week moesten we een giraffe uit het hoofdkanaal trekken met een caterpillar. Het dier was waarschijnlijk aangevallen door een leeuw en daarbij gewond in het kanaal gevallen. Obonjo, de bulldozerchauffeur, die anders altijd zoveel mogelijk een plaatsje zoekt waar men kan slapen zonder gezien te worden tijdens werkuren, toonde zich bij deze operatie zeer actief. In zijn onderbroek ging hij het water in en bond een staalkabel rond het ontzettend stinkende kadaver. De vissen hadden de poten al helemaal kaal gevreten, terwijl de gieren en de marabous de rest aan het doen waren, zover ze erbij hadden gekund. Maar wat er nog van over was, was bepaald niet plezierig. Maar mens en dier zullen elkaar voorlopig niet meer lastigvallen. Ieder is weer terug naar zijn eigen gebied. Alleen de mensen hier kunnen zich nu wat minder gemakkelijk voorbewegen. Gelijk met de eerste regens begonnen ook de transportmoeilijkheden al. De Kuangilika-bus, die van Garissa naar Mombasa rijdt, een afstand van 325 mijl, stond dwars over de weg te brullen als een dol geworden leeuw. Al de inzittenden stonden als bezetenen te duwen, maar in de vette, zwarte katoenklei was dat vechten tegen de bierkaai. Even verderop stond een lorry van de familie Ahmed Bayusuf tot de assen in de modder. De bussen uit Malindi kwamen die dag niet meer in Galole. We hoorden van Abdullah Salim, die er met zijn Toyota Land Cruiser door was gekomen, dat de twee bussen met nog een stuk of 3 lorries onwrikbaar vastzaten ter hoogte van het dorpje Maziwa op ongeveer 40 mijl van Galole. En zo is Galole weer in zijn element, het isolement. We zijn het gewend. De dag toen het begon te regenen, zijn we maar meteen begonnen om zelf weer brood te bakken. We moesten er even het kookboek bij halen, want we waren het samenstelling van het geheel een beetje vergeten. Maar de eerste 2 broden van het seizoen mogen weer gezien worden. Gelukkig hebben we net eergisteren onze nieuwe radio gekregen, een radioverbinding met Nairobi. 3 maanden lang hadden we geen enkele radioverbinding met de buitenwereld. Alles moest per post en dat kan soms wel eens ellendig lang duren hier. Maar vooral nu met dit soort weer is die radio onmisbaar. Post kan u soms een week of langer op het postkantoor blijven liggen, omdat er gewoon geen vervoer is. Met de regen zijn ook de insecten weer losgekomen. Nu, in de avond, horen we boven het geratel van de schrijfmachine uit het gerikke tik van de torren, vlinders, kevers en vliegende mieren, die zich te barsten vliegen tegen de ramen. En alhoewel het huis redelijk afgesloten is, weten zich toch nog een leger van allerlei insecten naar binnen te werken. Om de haverklap moeten we met een krant de ellendelingen van het lijf houden. En zo is het weer een keer Pasen. Vorig jaar verbleven we in Nederland. Het was toen stralend weer. We genoten ervan. We hadden verlof. Nu maken we er hier maar een feest van. Vanavond hebben we met de kinderen paaseieren geschilderd. De verf zat in de kruin van hun haar. We hadden maar een beperkt aantal eieren. We moesten wachten op een nieuwe voorraad tot volgende week, want dan komt er waarschijnlijk een vliegtuigje uit Nairobi met hopelijk onder andere voor ons een stuk of 60 eieren in zijn ruim. Vorig jaar gingen we op tweede paasdag uit.
in Bergen-op-Zoom. We kwamen daar tot de conclusie dat we wat ouder waren geworden na 2 jaar afwezigheid. We dachten er alles nog aan te treffen zoals we dat 2 jaar geleden hadden achtergelaten. Maar van al onze oude kennissen troffen we niemand meer aan. Niet dat we er een kwaad woord van willen zeggen, maar het enige gezelschap dat we vonden waren jonge lieden met haren tot aan hun navel. We bemerkten dat de mode was veranderd en we bemerkten ook dat we er helemaal uit waren. En als we straks weer thuiskomen in Hola, zullen we er opnieuw 2 jaar van weg zijn geweest en we hebben het vermoeden dat we dan helemaal uit zijn. We zochten dit jaar ons heil op de tweede paasdag maar op de club, de Tana River Club. De paters van de katholieke missiepost zorgden voor muziek en wij hebben daarop gedanst. Met de nodige flesjes bier weliswaar natuurlijk om de maat te houden. De katoen groeit goed en dat is voor ons het voornaamste. De eerst geplante blokken hebben het veld dicht. Een lust om te zien en vorige week zijn we al begonnen om te spuiten tegen insecten. Voorlopig nog met de motor rugspuiten en als straks ook de later geplante katoen groot genoeg is dan weer met het vliegtuig. Het loopt allemaal lekker en we zijn verheugd dat we daar een steentje aan bij mogen dragen. In deze 3 jaar dat we hier nu zitten, hebben we de opbrengst met 200% vooruit zien gaan. En dit seizoen gaan we nog het schepje bovenop gooien. Dat zijn we vast van plan, want als een rechtgeaarde boer zijn we niet gauw tevreden. Dank u, Schrijfkouter.